KMK Gist, het Koninklijke Museum voor Kunst en Geschiedenis. Wij bestaan uit 4 musea. We zijn qua oppervlakte ongetwijfeld de grootste museale groep van het land. Wij beheren meer dan 300.000 verschillende archeologische muzikale objecten. Vier verschillende cities worden beheerd vanuit het hoofdgebouw hier, dus het Museum Kunst en Geschiedenis waar we nu gesitueerd zitten. Vandaag de dag verkopen we per jaar 250.000 ticketen en we hebben uiteraard de ambitie om dat sterk naar boven te brengen. En net daarom opteren we voor een ticketing systeem die klanten toelaat om op een eenvoudige, snelle manier online een ticket aan te schaffen, maar ook de customer journey voor de klant die ter plaatse komt te vereenvoudigen. Waar we nu zitten met ons nieuw ticketing systeem zijn we uitermate tevreden. De laatste 2 jaar hebben we een duidelijk goed beeld op onze klanten, op wat dat onze groepen willen komen bezoeken en ook een beeld op wie onze klanten zijn. En dit is info die we nodig hebben om te groeien naar de toekomst toe. Vroeger hadden we ook een online ticketing, maar minder performant, minder modern, iets moeilijker ook om te beheren. Vandaag de dag hebben we nood aan om nieuwe activiteiten te kunnen aanbieden of veranderingen of aanpassingen die ik zelf onmiddellijk op het moment zelf moet kunnen aanpassen. En vroeger lag dat veel moeilijker. Dus vroeger moest ik een technicus of een informaticus contacteren om de aanpassingen door te voeren. De nieuwe software helpt omdat we vanuit centraal de 4 cities, de ticketing en de reservaties kunnen beheren. Dus de data wordt beheerd in 1 centrale database. En die kan dus naar rapportage toe, ook naar boekhouding toe, vanuit die ene database geconsulteerd worden. Niet alleen hier, maar stel dat ik op een ander site ben, kan ik evengoed van daaruit dus de database consulteren. Onze onthaaldienst bestaat uit 15 personen en die 15 personen werken dus met 1 systeem, hetzelfde systeem. En de kassiers van Museum Kunst en Geschiedenis kunnen net zo goed hier een ticket verkopen als een ticket gaan verkopen in de Hallepoort. En dat is het grote voordeel natuurlijk van met 1 systeem te kunnen werken. Door onze database, door het centraal beheer, maar ook door de rapportages die daarop zitten, kunnen we een mooi beeld krijgen van waar onze klanten komen. Niet alleen globaal voor onze 4 cities, maar bijvoorbeeld ook per site kunnen we een individueel rapport gaan opvragen. Wat ons info geeft naar hoe we moeten communiceren naar de klanten toe. We hebben een groot aantal freelance gidsen, dus ik denk dat we met meer dan 100 freelancers werken, die we uiteraard niet allemaal even goed kennen, maar die we wel goed moeten kunnen beheren. En dus via ons ticketing reservatiesysteem kunnen we zonder constant persoonlijk naar iedereen te moeten bellen van kan u dan gidsen, de uitnodigingen wel versturen naar de gidsen die zich online kunnen inschrijven op de groepsbezoeken, maar die ook een uitnodiging of een herinneringsmail zullen ontvangen. Dus als een bezoek gepland staat of binnenkort gepland staat. De customer heeft de optie op verschillende wijze een ticket te kopen. De eerste manier is uiteraard via online ticketing thuis. Een tweede manier is aan de kiosken en een derde manier is aan de kassa. Dus we hebben 3 kiosken verdeeld over 2 cities. Daarna is het uiteraard de bedoeling dat wij die tickets gaan controleren op hun geldigheid, want ieder ticket is uiteraard op 1 bepaald tijdslot gezet. En dus wij controleren die aan de hand van handscanners. Gaan wij die gaan controleren en uiteraard ook gaan devalueren. Dus die handscans zijn mobiel. En wij kunnen dus, als wij een nieuwe expo openen, die handscan die gebruikt werd eerst om een 1 expositie te gaan controleren, uiteraard gebruiken voor een andere expositie op een andere plaats. Een voordeel met die handscans is ook dat die ook overal op internet kunnen geconnecteerd worden. Recreatics maakt het verschil dat het centraal beheerbaar is. Dat we vanuit 1 post 4 sites kunnen beheren, maar dat we ook een zeer complex ticketing kunnen aanbieden, een tal van verschillende kortingen kunnen aanbieden aan klanten, maar dat we ook tal van verschillende types groepsbezoeken kunnen aanbieden aan klanten. Gantner maakt een verschil op vlak van service, klantenservice toe. Dus we kunnen op een gelijk wat moment van de dag, ook in het weekend, bellen. Recreatics kan ik aanraden aan al onze collega-musea
omdat Recatix bestaat uit verschillende modules. En dus dat alles in één pakket zit, waarbij je dus niet verschillende bedrijven moet gaan contacteren, maar waarbij je bij één partner terecht kan, voor ticketing, maar ook voor reservaties.